De educatieve muurschildering van de Sri Ganesh School, een basisschool op het Marowijnenproject, is vandaag opgeleverd. De afgelopen 3 weken is de schutting van de school voorzien van motiverende tekeningen en teksten om de leerlingen te stimuleren tot goede schoolprestaties. Het was een idee van jeugdparlementariër Senani van Troo, dat ondersteuning genoot van de school zelf en de vrouwenorganisatie The Youth. De schilderingen op de muren van de school zijn gemaakt door kunstenaar Kelno Forswijk en laten duidelijk zien dat de leerlingen hun getuigschrift moeten behalen en dat er op de Sri Ganesh School niet gepest wordt. Van Troo is heel blij met het uiteindelijk resultaat. Dit project, Educatieve Muurschildering, is een tweede pilot die gedraaid wordt. Het is een initiatief van mij als jeugdparlementariër vanwege het feit dat ik zit in commissie onderwijs en ontwikkeling. En een van onze doelstellingen is namelijk dat we de jongeren de kansen en mogelijkheden bieden dat ze in een goede environment hun onderwijs kunnen genieten om zo de schoolprestaties te verbeteren. Onze hele grote machine achter dit project is de heer Kelno Forswijk, die met alle genoegen, een van onze top kunstenaars, die met heel veel genoegen dit project heeft gedaan. En ook hem zijn we heel erkentelijk. De launch van dit project was op 9 juli jongstleden. En vandaag 6 augustus mogen we met trots dit project tot een feit verklaren. Ook ben ik als jeugdparlementariër en wij als organisatie zijn wij dankschuldig aan de grote motor die de middelen ter beschikking heeft gesteld. En dat is de jonge onderneming Bobotutu Suriname. We zijn jullie heel, heel erg dankbaar, want zonder jullie hadden we dit misschien niet kunnen klaarspelen. Namens de school en als de zorgcoördinator van de Sri Ganesh School wil ik jullie hartelijk bedanken voor dit project. Als je dat woord zorgcoördinator hoort, kom je dat woord zorg tegen. En een van de zorgpunten van de school is een kindvriendelijke omgeving voor onze kinderen. Het is vandaag gerealiseerd door alle mensen die hier aanwezig zijn, alle stakeholders. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Woorden schieten me tekort. En het is iets dat blijvend is voor onze kinderen. Dat was dus zorgcoördinator Bisai van de Sri Ganesh School. Daarvoor zag je jeugdparlementariër Senani van Troo. Ze spraken vanmiddag in verband met de oplevering en onthulling van de educatieve muurschildering van de school.